Hij zei, Sjoerd, want ik belde hem om, wat was het, 6 uur. Ik kook net mijn nest uit. En Thijs zei, nou ja, blijf maar gewoon lekker, ga maar weer lekker naar bed. Ik ga gewoon in mijn eentje. Hadden we toen straks nog een beetje zicht. En nu is het zicht helemaal voetzie. Het is ook gewoon levensgevaarlijk. We zitten hier op water, ook met veel beroepsvaart. Ja. Ja, die klapt erop, jongens. Echt. Wat een aanbeet. Kijk eens aan. Ben je aan het filmen, Bill? Nee. Wel? Nee hoor. Echt wel. Oh, dit is een mooie aanbeving, man. Welkom bij weer een nieuwe video van Roofmeister en dit is wel een hele bijzondere. Wij hebben wat goed te maken met mijn amigo, gelukkig geeft hij nog een handje. Zeker. Wij hebben hem vorige keer laten staan, Bo, jij ook, achter de camera. Want Bo en ik hadden ons verslapen. Thijs, jongen, sowieso. Duizendmaal excuses, nogmaals. Aanvaard. De Slag om de Schelde, daar willen we jou mee naartoe nemen. En dan gewoon bij jou in de bioscoop, niet even hier, maar Oké. Dan gewoon een pintje drinken. Ja. Maar dat wordt een avondje op onze kosten om het goed te maken, amigo. Super, hoor. Top. Waardeer ik. En nu gaan we nog vissen. Dan gaan we vissen. Ja. Elke vis die ik vang, ik geef meteen mijn hengel aan jou. Zeker weten, nee. Wat wil je gaan doen? Wat is taai, hè? Het is taai. Wisselende watertemperaturen natuurlijk, wisselende buitentemperaturen. Zon, regen, wind, geen wind, noem maar op. Ja. Dus we gaan vandaag, we trailer hier, dus de haven van Lage Zwaluwe. En dan gaan we het zien, dan gaan we gewoon werpen. Het is een mix van klein groot kunstenaars. Want ik ga een beetje met klein kunstenaars aan de slag. Klein als je wil natuurlijk, helemaal groot. Maar dan gaan we gewoon even kijken van wat ze doen. Ja. He, planten uitwerpen, talutjes afwerpen. Nou ja, goed, wij hebben vergeten natuurlijk staan thuis. We hebben een paar hele mooie sessies gehad. Absoluut, absoluut. En vandaag gaat het ongetwijfeld ook goed komen. Ja, we gaan het zien. We hebben een mooie wind. Hè? Niet te hard. Vanuit het westen. Het draait wel een beetje naar het noordwesten. Dus we kunnen een mooie drift maken. En we gaan het zien. We kennen de stekken. Dan hopen we dat de vis mee werkt. Ik heb er gewoon vertrouwen in. Ik ook. Let's go. Ja, we hebben pech met het weer nu. Mist. We varen net de trailer helling uit. Daar hadden we nog wel zicht. Het is sowieso heel moeilijk in te schatten. Maar is het zicht minder dan 500 meter, dan moet je gewoon eigenlijk het water over. Of ja, aan de kant blijven. Mag je niet op, nee. Je kan blijven inderdaad. Maar, met een hoge boete. Ja. Het is ook gewoon levensgevaarlijk natuurlijk. We zitten hier op water ook met veel beroepsvaart. Ja. En dat is gewoon linkersoep. Dat is linkersoep, ja, absoluut. Dus we nemen geen risico uiteraard. Ja, het was net ook wel mistig, maar dit is gewoon, hier trekt het helemaal dicht. Ja, hier trekt het helemaal dicht. We gaan even kijken wat we nu moeten doen. Ja, dan gaan we hier gewoon beginnen. Jij mag vandaag met Roosmeijer, weet je het zeker? Zeker. Er liggen wel wat hengels op de bodem. Gooi het niet overboord alsjeblieft. Licht materiaal, je wou met licht materiaal, dan kun je die nog eens een keer proberen inderdaad. Dun onderlijntje. Ja. Het is heel veel jongens vissen natuurlijk op vloerkarbon. Ik heb mezelf ook wel eens schuldig, moet ik ook niet zeggen, aangemaakt. Maar goed, op water zoals natuurlijk Hollands Diep of de Merwede weet is, kan altijd een grote snoep tussendoor lopen. Ja. Dus een dun. Ja, die willen we sowieso vangen natuurlijk. Is natuurlijk altijd wel aan te raden. Top. Dus ja, zeker weten jongen. Klein puffje eraan gaan. Gaan we lekker kijken. Ja, super. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, roofmeisters, hadden we toen straks nog een beetje zicht. En nu is het zicht helemaal voetzie. Ik ken de regels niet helemaal precies. Maar goed, volgens mij als je toch nog aan het vissen bent en het zicht is echt te weinig, dan kunnen ze alsnog zeggen van ja goed, je hebt niet de intentie om een veilige haven op te zoeken. Dus dan kun je alsnog beboet worden. Plus daarbij is het ook niet veilig, hè. Want nu je ziet al schepen niet meer aankomen. Dus dan is het altijd veiliger om gewoon inderdaad gewoon de kant te zoeken. Mocht je in één keer een mistbank over je heen krijgen, zoek dan de kant op. En in dit geval gaan we gewoon even een haven in en dan gaan we wachten tot de mist hopelijk snel voorbij trekt. Ja.
hadden net, dat is mooi, tijdens het varen over die woelige baren, kregen we de naam. De titel van deze video wordt De Slag om het Hollandse Diep. Door hem bedacht, hè. Met een jerkbait aan de slag, lightbait. Lekker langzaam te vissen. Sjoerd met een klein plugje, kijken of we wat bazen, snoekbazen, misschien wel een grote snoek uit de planten kunnen trekken. Het was even een helse tocht, hè. Zoals we al zeiden, de slag om het Hollandse Diep. Ik heb er echt wel veel vertrouwen in. Zo, die klapt erop, jongens. Echt. Wat een aanbeet. Een klein plugje. Zo. Man. Wat een beuk, jongens. Kut. Oh, kut. Ja, story of my life. Echt ongelooflijk. Nou, we hebben hem in ieder geval een beetje gezien. En eerlijk gezegd, ja, die aanbeet was gewoon zo fantastisch. Ik had er nog iets groots van verwacht, maar... Ja, en dan schiet hij weer los. Snel verder vis. Zo, tyfus. Hier hebben we hem dan. Hij is wel heel bijzonder gekleurd, vind ik. De stippenziekte. Mooi visje hoor. Aanbeet was wel weer heel mooi. Eigenlijk binnenvissen, onder de boot laat ik hem nog even hangen. En ik dacht eerst dat het planten waren, maar toen kreeg ik ook echt de beuk daarna erop. Het was deze rakker. Gaat ie. Ja, dat is toch mooi met dat kleinere kunsthaas. Ja, in theorie heeft thuis ook kans natuurlijk op die vissen, maar het zal minder snel gebeuren dan met zo'n klein plugje. Ik zei net nog, joh, ik ga er even wat anders aan hangen, maar deze blijft toch even wel. Oh, planten! Spinnen er overheen. Kijk eens, jongens. Oeh! Hè? Goeie, hè? Heb je het net nodig? Even kijken. Applaus! Kijk eens aan! Kijk eens, jongens! Fantastische vis! Prachtig, Thijs! Zo! Schitterend! Ik sloeg net nog even een puntje aan het dreigen met mijn klauw. Dus ik heb weer geluk. Oh. Ja. Super mooi gekleurd aan deze vis. Goede aanbeet. Dus fantastisch. Prachtig, ik ben trots op je, jongen. Dit is echt wel een snoekweertje. We aanvaren natuurlijk, dat was echt wel wilder dan ik had verwacht. We hebben een eind gevaren. Ja. Dus, stuiteren, maar dan, hè, dat heb jij ook toch gevoel van, oké, dit is wel goed. Dit is gewoon goed. Absoluut, noordwestenwind. Dus gewoon goed te driften. Je kunt lekker de boot controleren, ik kan de kaart in de gaten houden. Ik kan mooi richting het talutje varen. Ik heb overal mooie plantenvelden geplot, dus ik kan er mooi langs af. Dan gaan we gewoon eens gewoon wachten. Ja, ik heb wat actie gehad. Boon natuurlijk zelf toen het werp was met een plug, natuurlijk al een volger. Mooie baars, wel een mooi stoek. We zijn nog vroeg op de dag. En de dag is nog jong. I love it. Nou, taai moment van de dag. We hebben in het begin wel wat actie gehad. Eerst natuurlijk een uurtje uitstel vanwege de mist. Daarna echt wel wat mooie vissen gezien en nu echt wel een tijd helemaal niks bij. Zouden we het moeten doen, maar goed, het is al een aantal dagen een beetje apart hier op Hollands Diep. Moeilijk om de vinger erop te leggen, dus we hebben nu een heel stuk gedrift. We gaan dan een stukje doorvaren, gaan we wat nieuwe stekken proberen. Wellicht nog wat ondieper vis, dus echt over de planten en door de planten heen. En dan gaan we het wel zien. Ja, Sjoerd wil heel graag trollen, maar goed, dat doe ik alleen maar in de winter. Sjoerd, ik wil trollen! Sjoerd ziet het gewoon niet meer zo zitten. Hè? Hij geeft snel op, Sjoerd. Hè? Sjoerdje? Trollen is fantastisch. Wat is er mis met trollen? Het is een hele effectieve manier van vissen. Pak de krab bier erbij. Er is nog niks mis mee. Een stukje doorgevaren. Daar gaan we echt rond een anderhalve meter, max 2 meter water vissen. Over de planten heen. Even kijken wat dat gaat doen.
Ja, we gaan heel ondiep vissen, heb ik begrepen. Niet trollen, helaas. Dus ik ga nu ondiep lopend kunstgras eraan hangen. Een oude Savage Gear 4-play zonder zwemlipje. Dus echt boven die planten. Thijs vist met een spinner. Wat meer tussen die planten door. We gaan zien wat werkt. En wat niet werkt. Lekker appelflap van Lidl. Hè? Omdat je het dan zo lief vindt, heb ik zo gewoon gisteravond voor twee uur ieder voor jullie één meegenomen. Hè? Je bent gewoon van elkaar, hè? Sorry, spijt me. Kijk, wie leert. Gezelschap naar deze video. Ja. En dan krijg je wat energie, hè? Voor de laatste paar uur. Want dit is dan naar. Taai! Maar goed, ook weer ondiep. Plantjes, ander stuk, we gaan het zien. Hè? Wat krapper om het zo maar te zeggen. Wat meer scheepvaart, dus het water woelt wat meer om. Nu weet dat ze daardoor wat geactiveerd worden, maar het zijn taaie dagen zo. Echt wel. Maar ik vind het bijzonder wat Thijs net zegt. Juni is een, eigenlijk altijd wel een taaie maand. En dan heb je het eigenlijk over een periode waarvan je verwacht 2 maanden sluiting. Die vis is weer een beetje gereset, dus die pakt weer snelle kunstaas. En ik merk het toch ook altijd wel aan. We hebben nu 2 dagen met Luc, 2 openingsdagen, dus in 2 jaar tijd de opening gedaan. 2 dagen echt super taai. En dan gaan we van elke maand zeggen hoor. Als het niet loopt, is het gewoon taai. Wie weet komt er nog wat moois uit. Ben jij het filmen, Bo? Nee. Wel? Nee hoor. Het kan. Even wat laatste stekken proberen. We hopen dat we daar een eventueel een mooie snoepbaas of snoepbaas of hoofdblij kunnen vangen. Want op de Hollandse Diep was het behoorlijk taai. Maar goed, het ziet er wat anders uit. Ander soort water. Weer wat helderder. Andere planten. Andere planten. Dus we gaan het zien. Stroom zat er goed op. Windje erbij. We gaan het meemaken. Ja, ik sluit me aan bij Thijs. Het is een ander water. Misschien dat dat toch uit gaat maken. Ook al heb ik het idee dat de vis wel al geheel uitstaat. Maar toch, hier net even wat andere omstandigheden. En ik zei het net al, die planten. Geen fonteinkruid, maar misschien ook wel hoor. Maar je ziet hier wel hele grote leliebedden. Dus wie weet maakt dat net het verschil dat die vis net wat meer aanstaat. Let's hope so. Duizend worpen verder en ik dacht ga eens met een setje vissen en ik laat hem onder de boot even zakken. Eerste worpje en niks. Of ik liet hem daarna zakken en ik dacht ga even op mijn telefoon kijken, even wat mailtjes zal ik te lezen. En te droes aan mijn rempel, dan duikt er weer een vis op en ik stond zo. Dus ja, aanslag had slaat me echt op. Dus nu heb ik een bijhengeltje onder de boot hangen en dan ga ik er omheen werpen met een setje en dan zal er wel een vis naar boven moeten komen. Het is huilen met de pet op. Nou, denk ik voel wat geks. En ik voel nog een keer wat geks. En de derde keer hing de vis eraan. Een hele grote. Dus de lelies vandaag geplukt. Geen hele grote, maar meer dan welkom natuurlijk, hè? Ja, allemaal even nodig. Oh, echt wel. Trouw was laag. Goed, dan weet je al nog een paar stekken waarvan je weet van nou goed, als je daar naartoe gaat, dan kan je nog wel eens wat vangen. Nou, gelukkig dan. Een kleintje erbij. Hè? Dappere dodo, dan zie je maar dat grote kunstaas is niet al te snel te groot. Klein bekkie, hè? Heel klein bekkie, ja. Goed, die moet nog wel groeien, deze vis. Dus, Hij mist hem? Of niet? Hij mist hem 2 keer. Denk, hey, ik voel iets gek. Ik denk, het zit in de lelies. Mooi set tanden er nog op. En als er wat van de hardbeest afblijft, dan komt het helemaal goed. Nou, tot ziens. Nummer 2 op een harde dag. Poeh! 2,5, hè? 2,5. Ja, zo gebeurt helemaal niks. Thijs heeft net een volger. Hij zag een hele dikke kop erachteraan komen.
Vind ik wel heel tof van Thijs dat hij gelijk zijn figure 8 maakt. Maar helaas, ik gooi net in een gebang, klap de vis op. Een snoekje. Ja, daar zijn we echt niet minder blij om. Ja, wel jammer van die grote vis van Thijs. Klein snoekje, maar lekker agressief. Bij het neerkomen pakt hij de plug eigenlijk al. Ja, we zijn er blij om. Nu hopen dat die dikke loebas van Thijs nog gaat bijten. Toch Thijs? Zeker weten. Gaan we zo weer terugzetten. There she goes. Ja mensen, jullie zien me hier een beetje zitten. Ik was al ietsje eerder gestopt. Ik had het voor de gezien gehouden. Deze twee strijders stonden nog te werpen voor wat ze waard zijn. Maar het is wel veel betekend voor deze dag. Hè? Het was echt taai met af en toe een momentje van actie. Ja. Wel een paar mooie vissen gezien. Gewoon bikkelen. Moet ik wat zeggen, in het verleden ook juni. Moeilijke dagen. Ja. Weet is het weer schommelt alle kanten op. Vanochtend hadden we wind en wolken. Mist. En noem maar op. Mist. En nu hebben we zon. Ja, en is het warm met een lange broek aan. Ik zie daar een terrasje. Ja. Goed, zeker. Nou, dan gaan we afsluiten, amigo. Op jongen. Dat was gezellig. Ja, dat sowieso. Jij bedankt. Bootje bedankt voor het filmen. En jullie bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En ik zie jullie op of langs het water. Tot later.